Welkom bij deze nieuwe aflevering van Aardgas Update. Ondergrondse gasopslag is het thema van vandaag. Ondergrondse aardgasopslag zal belangrijker gaan worden omdat onze eigenlijk natuurlijke aardgasvelden op dit moment leeg aan het raken zijn. We voorzien dat het Groningse veld als gevolg van voortdurende productie langzaam maar zeker in capaciteit afneemt. Voorraad moet erbij omdat de hoeveelheid alternatieve energiebronnen, wind, licht, dat dat in de toekomst sterk gaat toenemen. 'S Winters is de vraag naar gas ongeveer 3 keer zo groot als in de zomer. Daarom hebben we in Nederland een paar locaties waar we onder de grond aardgas opslaan. Onder andere in lege gasvelden. Een buffervoorraad om bij erge kou pieken in de vraag naar gas op te kunnen vangen. Nou, als ons gasveld in Slochteren verder leeg raakt, waardoor we eigenlijk aan de piekvraag niet meer kunnen voldoen, dan kunnen gasopslagen daar dus een bijdrage aan leveren om ervoor te zorgen dat we in Nederland in ieder geval nooit een tekort hebben aan energie. Onder andere in Grijpskerk is zo'n opslag, van de NAM. Net als in het Drentse Langelo. 2 grote locaties uit 1997. Om op kortdurende pieken in de vraag te kunnen reageren, heeft TAKA de piekgasinstallatie in Alkmaar. Vorig jaar is zo'n installatie in Zuidwending geopend. Daar slaan Nuon en GasUnie gas op in lege zoutcavernes van AkzoNobel. Sinds september 2011 biedt de LNG-terminal van GasUnie en Vopak op de Maasvlakte bovengrondse opslag van vloeibaar aardgas, LNG. Dat gas wordt per schip aangevoerd. Daarnaast hebben Essent, Nuon, Dong en RWE ondergrondse opslagen in Duitsland, vlak over de grens. Deze zijn aangesloten op het Nederlandse aardgasnet. Bij een gasopslag wordt zomers reeds gewonnen aardgas onder druk geïnjecteerd in een daarvoor geschikt leeg gasveld. In zandsteenlagen op 2,5 tot 4 kilometer diepte. Als het bij een piekvraag nodig is, moet het opnieuw door een gasbehandelingsinstallatie om er onder andere water en condensaat uit te halen. Daarna gaat het via de netwerken van GasUnie en de energiemaatschappijen naar de eindgebruiker. Nou, de totale markt zal meer capaciteit nodig hebben, met name vanwege de verduurzaming van onze energievoorziening. Daar zullen we veel meer snelle capaciteiten voor nodig hebben, waarbij je gewoon binnen de dag gewoon gas kunt opslaan en onttrekken. Als we nu niet maatregelen gaan nemen, dan zijn we over een aantal jaren niet meer in staat om met de combinatie van Groningen en Norg de laagcalorische markt voldoende te bedienen. Maar gasopslag is ook belangrijk voor onze positie als gasrotonde. Uit zo'n 230 velden in Nederland en op zee produceren we per jaar 75 miljard kubieke meter aardgas. En daarnaast importeren we 25 miljard. We verbruiken per jaar zo'n 45 miljard kubieke meter en exporteren 55 miljard. Inmiddels zijn zo'n 60 velden leeg. De binnenlandse productie neemt af. En dus zullen we meer moeten gaan importeren en opslaan. Voor kleine veldenproducenten is het heel belangrijk dat hij vrijheid heeft. Hè, op het moment dat hij wat gevonden heeft en heeft het ontwikkeld, dat hij gelijk kan beginnen met produceren. En gasopslagen zijn binnen Gasterra heel belangrijk om die variatie in productie. Wanneer komt een veld in productie, wanneer niet? Duurt het nog een maandje langer? Of is het vandaag, hè, om die variatie te helpen opvangen, zowel in de grote portefeuille, maar ook hè, met behulp van gasopslag. Gas zal voorlopig nog een belangrijke rol blijven spelen in die transitie naar duurzaam. En Nederland kan daar een belangrijke rol spelen voor Europa. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de gasvoorziening in Nederland, maar het gaat om uiteindelijk de voorzieningszekerheid in heel Europa. Ik denk dat Nederland daar een rol kan spelen en dat we die ook moeten proberen te pakken. Gas komt van ver. En dat betekent dat gas wat van ver komt, dat moet met weinig kosten aangevoerd worden. Dus dat komt als een constante stroom naar binnen. Dat betekent dat het gewoon moet worden gebracht naar de consument in de winterdag. Nou, daar is onlosmakelijk een gasopslag bij verbonden. Dit was Aardgas Update van vandaag. Helemaal over de ondergrondse gasopslag in Nederland. Bekijk ook de uitgebreide versies van de interviews en de andere afleveringen van Aardgas Update. Graag tot de volgende keer. Tot ziens!